Ja, en ook gewoon doet ze maar. Want kijk, is natuurlijk voor marketing vooral zijn er heel veel stramine en regels en modellen en zo waar mensen aan houden. En ja, dat is ook prima. Alleen niet alles werkt voor iedereen. Want sommige mensen die hebben gewoon net iets behoefte aan anders. En vooral met bijvoorbeeld sales. Ik ben bijvoorbeeld geen persoon voor keiharde sales, maar ik doe het wel op mijn eigen manier, wat bij mij past. Hi, Lichaline hier. Leuk dat je kijkt naar Ondernemersreis. Ondernemersreis is voor ondernemers en met ondernemers. Iedere week schuift een ondernemer aan tafel om zijn of haar reis in het ondernemerschap, passie en wijsheid te delen. En deze week is dat... Hoi, welkom dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Ondernemersreis. En vandaag heb ik een speciale gast. Ze is namelijk tovenares, hocus pocus. Ineens heb je je SEO-teksten helemaal gereed en score je heel hoog in Google. Poets, bam, en je website is helemaal in orde. En nog een beetje magische poeders. En de e-mailmarketing zit helemaal goed. Content helemaal op en top. Hier naast mij zit Anna Evert. Welkom. Dank je. En dan kun je ons meenemen naar ondernemersreis. Waarom ben je begonnen met het ondernemen? Ik ben eigenlijk al, sinds dat ik klein ben, al bezig met dingen ondernemen. Ik heb vroeger altijd armbandjes maken. En dan ging ik op de rommelmarkt zitten en dan wou ik die graag verkopen. En dan had ik mijn eigen business, vond ik dan. Mm-hmm. En in de loop van de jaren ben ik veel bezig geweest met... Met dingen verkopen, webshops en van alles geprobeerd gedaan. En elke keer toch het idee van ik wil echt graag voor mezelf beginnen. Ik wil eigen baas zijn. En toen ik heb een opleiding gedaan. Toen heette media, informatie en communicatie en Saxion Enschede. En daarna ben ik in loondienst gegaan voor zo'n 2 jaar. En op een gegeven moment begon toch wel weer een beetje te kriebelen. Ik wil toch eigenlijk graag voor mezelf beginnen. En toen kwam corona en toen werd mijn contract niet verlengd. En eigenlijk was dat gewoon het moment dat ik dacht van ja, nu moet ik gewoon, ondanks dat het crisis is, moet ik gewoon nu de kans aangrijpen om te beginnen. Want er waren sowieso al niet echt veel banen beschikbaar. En dat heb ik, ben er gewoon volledig voor gegaan. En dat is heel goed geëindigd. Want voor veel mensen denken ze van, het is crisis, dus ja, is dat wel verstandig. Dus even een duimpje omhoog. Voor Anna's actieplan. Ja, dat is echt wel mooi hoor. Want had jij niet al angsten? Jawel, ik was wel heel nerveus. En ook vooral omdat het financiën. Ik had net sinds oktober, vorig oktober had ik een flatje. Dus ik had wel zoiets van ja, ik woon hier net. Ik wil ook graag de huur kunnen blijven betalen. En ik had ook sinds vrij kort toen nog ook 2 huisdieren, 2 hamsters. Dus ik dacht van ja, daar moet ik ook nog voor zorgen. Dus ik dacht best wel dat ik dacht, het was vooral financieel. Ik dacht van ja, ga ik het wel redden? En ik heb er best wel wat stress over gehad. Maar uiteindelijk wel zoiets van ja, dit is wel wat ik graag wil doen. Mm-hmm. Ik wil wel graag op mezelf zelfstandig zijn en mijn eigen uren indelen. En daar de regie in hebben. Dus ik dacht van ja, daar ga ik er ook gewoon volledig voor. Maar het was niet zomaar dat ik dacht, oh ik ga het even doen. En dat is wel echt wel wat stress zat eraan vast. Maar inmiddels is het... Ik heb geen stress, maar het is allemaal goed gekomen. Dus. Heel erg mooi. Kun je ons dan ook meenemen van hoe aan het begin van het jaar, hoe je dat allemaal hebt aangepakt op het ondernemerschap en hoe jij de marketingmagier bent geworden? Ik stond al ingeschreven bij de KVK, want ik had hiervoor had ik een webshop. Peculiar Planet. Die heb ik ook inderdaad, maar ik heb ik nog steeds. Maar dit was een webshop dat heet Yellow Days. En daar deed ik vooral stationery, zoals schriftjes en zo, deed ik daar verkopen. En daar ben ik uiteindelijk ben ik mee gestopt, omdat ik dus bezig was met freelance. Ik had daar geen tijd meer voor, dus daar ben ik mee gestopt. Maar ik stond dus al ingeschreven. Ik wist al een beetje hoe het met belasting en dat soort dingen allemaal werkte. Voor de rest, ik kon al wel websites bouwen toen, nu nog beter dan toen. Maar dus ik ben begonnen met een website maken, ik heb een hosting en ik heb e-mailadres aangemaakt. Ik ben in een heel rap tempo, want ik was in maart, zeg maar, kreeg ik te horen dat ik mijn contact met heb verlengd. En het eindigde per 1 mei, dus ik had iets meer dan een maand de tijd, om het voor te bereiden. Dus ik heb heel veel uren gemaakt toen, heel in mijn vrije tijd, naast werk, een website opgezet. En toen moest ik zoeken naar klanten. En
ben ik toen in een paar Facebookgroepen terechtgekomen. En daar heb ik vooral klanten uitgevonden. En inmiddels is het zo dat die klanten mij dan andere mensen weer naar mij doorverwijzen. Ja. Dus een beetje mond-tot-mond reclame. Ja, heel fijn. Wij hebben elkaar ook leren kennen via Facebook. Ja, heel erg leuk. Ja. Misschien wel leuk om te vertellen van, ja, ik en Anne kennen elkaar dus aan het begin van het jaar. Volgens mij april, mei, zoiets. Ja. En ja, toen raakten we aan de praat en ja, we hebben ook toffe dingen gedaan. Dus ik weet ook alles hoe Anna's website aanpakt. Want ik had echt zoveel moeite met mijn website van Felicia Lin. En Anna heeft mij daar echt heel goed mee geholpen. En ook met de teksten, want Anna zei van, die teksten, daar kun je wel wat mee. En toen had ik ook aan jou die strategie sessie gegeven. Mm-hmm. En, oh ja, met die TikToks. Ja. Ja, dat was wel heel erg tof dat we eigenlijk al op die manier elkaar leren kennen. Ja, en dingen voor elkaar konden doen ook gewoon. Ja, inderdaad. En dit is nog even tussendoor, maar ook iemand zei tegen mij, ik had vele reacties gekregen over die cape van jou. Met die TikToks. Ja. Ja, heel gaaf dat je dat deed. Ja, ik vind het heel erg wel, ik vind het heel erg belangrijk om ook gewoon mezelf te zijn en daar ook gewoon in dingen te verwerken die bij me passen. En dan die cape, inderdaad, ik had die cape nog liggen. Van zo'n superheld gevoel, zeg maar. Ja. Dat ga ik ook gewoon gebruiken in een video, want het past bij mij en dat past bij mijn branding. Ja. En dat is ook wat ik eigenlijk, als ik klanten help, ook graag wil doen. Ik wil ze dan laten zien van, jij bent een hele unieke persoon en je staat achter een bedrijf. En dat bedrijf moet ook jou eigenlijk als gezicht hebben en moet ook passen bij wie jij bent. Want het is heel raar als jij bijvoorbeeld een heel kleurig persoon bent en vervolgens een heel strak advocatenkantoor en paar heel, weet je, dat past niet, dat matcht niet helemaal. Ja. Het is juist leuk als je dan zeg maar een beetje, natuurlijk wel binnen je branche wat bij de normen en waarden daar zijn, maar wel met je eigen twist en je eigen ideeën erachter. Dat is wat ik mensen mee help, een beetje van bepalen van oké, wie ben jij en hoe haal je dat uit naar je bedrijf? Want zie jij dat vaak gebeuren? Ja, ik zie best wel vaak dat mensen zeg maar een beetje doen wat andere mensen doen, dat ze denken dat werkt blijkbaar, maar dat ze daar niet zich helemaal comfortabel bij voelen of niet denken dat past bij mij. Of juist dat zij wel graag wat meer van zichzelf laten zien, maar niet zo goed weten wat dan de grenzen zijn en wat ze wel niet kunnen laten zien. Mm-hmm. En heel veel mensen die zitten daar toch wel vaak mee in de knoop. Mm-hmm. En het is echt vooral een stukje niet durven of niet weten wat ze moeten doen, zeg maar. En dat, daar help ik dan een beetje die knopen door te hakken. Heel tof. En ja, wat zeg jij dan precies? Ja, nou ja, ik ben dan gewoon heel direct en ik zeg gewoon van, weet je, als mensen zeggen ik zou eigenlijk wel dit willen, zeg ja, waarom doe je het dan niet, weet je? Dan denk van, wil gewoon dan, zo moet ik heel direct van, natuurlijk moet je wel een plan gaan trekken, maar je moet wel, weet je, als je iets heel graag wilt, en dat is ook wel wat mijn filosofie een beetje is, van gewoon doen, gewoon ervoor gaan en kijk hoe ver je brengt. En vaak als je het een beetje goed dan plant, dan brengt het je ook best wel ver. Ja, oké. Ja. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Ja. En ik vind het ook gewoon heel erg tof hoe je dat doet met al die kleuren. Dat zie je ook terug in de huisstijl van Anna. Heel tof. Ja, ik heb sowieso wel heel veel kleur. In mijn huis ook, zeg maar, echt heel verschillende kleuren. In mijn woonkamer zit ik vooral heel veel rood, blauw en geel tinten in. En ik heb ook met mijn kleding vind ik gewoon kleur heel leuk. Ik dacht van, dat moet ook in mijn huisstijl doorstralen. Ik heb toen wat kleurpaletjes gemaakt en uiteindelijk één gekozen. En die vier kleuren die ik heb gekozen, die doe ik overal, komen die naar voren. Oh, echt leuk. Ja. Dat je dat ook in huis doet. Ja, mijn huis heeft wel kleur, maar niet mijn huisstijl. Ik heb niet mijn huisstijl in mijn kleur, maar wel veel kleur. Ik had eerst inderdaad wel, want ik hou heel erg van rood, geel en blauw. En eerst dan die primaire kleur. Ja, precies. Daar hou ik heel erg van. Dus ik wilde eerst dat ik dat doen, maar dacht van ik vond toch niet eruit springen. En toen heb ik dan met heel veel wat paletjes geprobeerd, heb ik ook vier andere kleuren die ik dan wel goed passen. Waar wel blauw en geel in zitten, maar ook groen en paars. Heel leuk. En dus branding vind je heel belangrijk. En ook dat diegene zichzelf is, maar ook voelt, niet van doen alsof, terwijl je het niet eigenlijk voelt. Ja, en ook gewoon doet ze, want kijk, is natuurlijk voor marketing vooral zijn er heel veel stramine en regels en modellen en zo waar mensen aan houden en dat is ook prima, alleen niet alles werkt voor iedereen, want sommige mensen die hebben gewoon net iets behoefte aan anders en vooral met bijvoorbeeld sales. Ik ben bijvoorbeeld geen persoon voor keiharde sales, maar ik doe het wel op mijn eigen manier wat bij mij past en dat is ook wat iedereen dan probeert mee te geven van probeer dan samen met mij dan, of als je dat zelf
wil doen. Een weg te vinden waarin jij je marketing kan toespitsen op wat jij fijn vindt. Ja. En ik denk dat heel veel mensen het idee hebben dat bij marketing het allemaal via één rechte weg moet en allemaal op één manier. Terwijl er zoveel, je kunt zo creatief zijn met die modellen en juist die creatiefste manieren, die trekken de meeste aandacht. Ja, zeker weten. En om een voorbeeld te geven, wat voor creatieve manieren help je je klanten dan daar? Nou ja, als ik bijvoorbeeld kijk naar wat wij een keer hebben gedaan, wat ik een keer heb gedaan voor een klant, ja. Is dat ze zat zeg maar ermee dat ze haar branding kon zien van de voorraad komen en ze wist niet zo goed hoe ze het dan aan moest pakken. Dus ik heb gezegd van nou ja, als we nou een beetje een rebranding doen en we gaan je tekst helemaal opnieuw schrijven. Ja. Dus van de tekst waren heel erg al bollig en heel erg strak. Ik denk van het past totaal niet wie jij als persoon bent, dus dat gaan we eerst aanpassen. En vervolgens, ze hield ook niet zo van sales. Dus ze heeft nou, wat je ook kunt doen is natuurlijk gewoon de mensen die je al kent, daarmee beginnen met je eigen cirkel, ja. Zeg maar. En zorgen dat zij eigenlijk de sales een beetje voor jou doen. Dus dat je zeg maar dat mond-op-mond reclame, want dat is wat heel goed werkt. Nou ja, uiteindelijk zijn we daar een beetje mee aan de slag gegaan. En het ging best wel, inderdaad had ik een soort van een campagne opgezet eigenlijk binnen de cirkel. Wat jij ook hebt gedaan met die baby, een beetje zoiets. Oh, ja. Dus zeg maar een beetje gewoon dat je zeg maar, en dat zorgt mensen ook veel op reageren en zo. En ja. Daar zijn we een beetje mee begonnen. Nou, dat ging het best wel goed. En toen, ik kan niet zomaar te veel zeggen over wie het is, maar in ieder geval, weet je, het ging best goed. En toen, toen gingen we dat klanten, of die mensen die ze al kennen, die gingen dat andere mensen naar haar doorsturen. Dus het is wel kijken van, nou, ze vond het een beetje eng om buiten haar eigen cirkel te treden. Maar ik zei, nou, je kunt ook binnen je eigen cirkel kun je beginnen. En daar die mensen eigenlijk het werk voor je laten doen met de sales. Ja, oh, dat is wel een goed plan. Dat is wel heel erg tof. En je hebt ook zeg maar veel verschillende pakketten die je aanbiedt, toch? Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Ik merkte vooral heel erg dat in het begin vond ik heel lastig zeg maar, om toegespitste dienst aan iemand te verlenen. En toen kwam ik echt achter dat heel veel mensen die passen niet binnen een bepaald plaatje. Dus sommige mensen die hebben, als iemand bijvoorbeeld een online marketingpakket heeft, dan heeft iedereen iets anders nodig. Iedereen ook een andere maat, een andere verdeling. Dus wat ik heb gedaan met mijn pakketten is gewoon, ik heb je kunt per maand bijvoorbeeld een marketingpakket of een contentpakket zoveel uren krijgen en dan kan je kiezen hoeveel uren je wil. En dan binnen die uren doe ik alles wat bijvoorbeeld met content te maken heeft, alles wat met online marketing te maken heeft. Maar gewoon dus in de manier waarop je wil. Dus als de een iemand zegt van nou, ik wil een online marketingpakket en ik wil dat je voornamelijk e-mail marketing doet en een beetje social media, dan kan dat. Ja, iemand anders zegt van ja, ik wil gewoon dat je maandelijks mijn SEO controleert en de e-mail marketing doet en af en toe wat social media ondersteunt, zeg maar. Dan dat mensen het zelf kunnen invullen hoe ze het graag nodig hebben. Waardoor ik eigenlijk, maar daar word ik ook eigenlijk zeg maar een soort werknemer van het bedrijf, want ze kunnen mij gewoon inzetten voor hoe zij dat willen. En dat is toch lekker flexibel en ook fijn dat ze ook weten wat ze aan je hebben. Ja, precies. En ik hou ook van het flexibele. Weet je, dat we gewoon, want elke keer als je een bedrijf hebt, er veranderen nog wel eens dingen. En soms dan heb je hier eerst prioriteit opgelegd en dan kom je er later achter van, ik moet hier eerst naar kijken. Nou, en dan is het fijn als je zo'n pakket, als je daar kunt wisselen, dat je kunt zeggen van, Anna, ik wil dat je nu graag dit voor mij gaat doen, want dat heeft nu meer prioriteit. En dat wil ik ook die mensen wil ik die vrijheid ook meegeven daarvoor. Snap ik. Heel erg tof dat je dat zo aanpakt. En ook het bedenken van je diensten, want je hebt dus die pakketten heb je. En dan tekst schrijven, toch? Website? Ja. Optimalisatie inbouwen. Inbouwen ook. Ja. En e-mail marketing? Ja. Content? Ja, ik doe eigenlijk alles zeg maar wat mensen nodig hebben om hun branding en hun bedrijf van de grond te krijgen. Dus of dat dan is dat een website een makeover krijgen, omdat de teksten worden herschreven, dat iemand online marketing nodig heeft. Als het past bij de branding van een bedrijf en wat helpt bij het verbeteren van een bedrijf, dat doe ik eigenlijk. Ja, dat is heel erg mooi. Gewoon lekker compact. En de marketing mag hier, hoe heb je dat bedacht? Het was toen ik nog in loondienst was, toen hadden wij in Slack hadden wij een, dat is maar zo'n soort, app inderdaad. En dan kon je invoegen wat je functie was. En er stond gewoon, ik weet niet wat er stond, maar voor mij stond er iets van in het Engels van what are you of zo. En dacht ik van, nou dat kan ik wel. Dus ik had gewoon voor lolig ingezet marketing magier. En mijn collega's vonden het toen wel grappig en toen. Later dacht ik van, dat is wel een leuke titel die ik kan gebruiken. Dus het was eigenlijk meer
in de opwelling daar dacht, oh, dat is wel grappig, om neer te zetten. Dus, nu is het gewoon jouw branding voor je bedrijf. Daarom. En ik vind het sowieso, ik hou heel erg van fantasie. En als het klein al wel dingen van vee en weet ik wat. Ik heb zelf nu een ringzer met tinkerbel erop, zeg maar. Dat vind ik echt tof. Ja, daarom. Ja. Dus ik hou heel erg van fantasie en soort dingen. Dus ik vond dat magie ook wel goed bij me passen. Ja, leuk. Dus, Ja, toen, nu je het hebt over toen je jong was, merkte je toen al dingen van dat je dingen zelf wilde aanpakken? Gewoon ondernemerskills eigenlijk? Ja, nou, zoals ik al zei, ik deed dus net armbandjes verkopen op de Roermarkt vroeger. Maar ik deed ook bijvoorbeeld, dan gingen wij op vakantie. En ik kon toen niet voor mijn leeftijd redelijk goed tekenen. En nu is het een beetje verwaterd, maar ik kon toen heel goed tekenen. En dan ging ik tekeningen maken en dan wou ik op de camping wou ik dan mensen voor 10 cent mijn tekening verkopen, zeg maar. Dat ik echt helemaal, dat ik al helemaal plan had hoe ik dat ging doen en zo. Dus het was al van toen al wel dat ik daarmee bezig was. Nou ja, toen had ik al, ik denk vanaf mijn 14e of 15e had ik een Etsy shop opgezet. En toen ging ik sieraden verkopen en dat beviel mij heel goed. En ik heb nog een paar keer dropshipping shops gehad, dat beviel mij minder goed. Dus dat zijn mijn dingen waar je van leert, zeg maar. Ja. Maar ik heb wel echt altijd het idee gehad van ik wil iets maken en ik wil dat aan mensen doorgeven. En ja, dat doe ik eigenlijk nog steeds. Ik zeg altijd van ik ben het gelukkigst als ik dingen kan creëren en kan maken. Dan ben ik gewoon blij. Heel mooi. En toen je ook zei van dit jaar, je had al die KVK-nummer, maar van wanneer geleden had je dan al ingeschreven? Begin 2017 ben ik ingeschreven met mijn webshop toen, want ik had daarvoor altijd wel gewoon shops, maar ja, toen was ik jong. Hoeveel shops heb jij gehad? Goeie vraag. Ik had een Etsy-shop en nu nog eentje, maar die is, dat is gewisseld. Ik heb een dropshipping-shop gehad en dan een andere webshop, dus vier. Betaal. Ja, vind ik wel netjes. Ja, heel wat ervaring. Ja, dat was ook iets anders, maar dus was ook wel elke keer ervaring op gedaan. Nou, en inmiddels heb ik nu zoiets van, ik vind een webshop heel leuk, maar is toch niet. Het is wel wat ik leuk vind, maar ik gewoon erbij, niet als hoofddienst. Dus daarom gebruik ik ook Etsy daarvoor. Ja. En verder schrijven ben ik heel veel mee bezig. Dus ik ben al van vroeger al verhaaltjes maken. Ja, nu schrijf ik aan comics, dus dat is ook wel. Heel erg gaaf. Ja. En heb je eigen comic uitgebracht? Ja, gefeliciteerd. Dank je. Reageer je even onder met gefeliciteerd. Ja, ik heb inderdaad een comic, dat was onderdeel van een collectie met allemaal verschillende comics. En die is vorige maand is die geproduceerd. Dus, en dan zijn ook al best wel veel, een paar honderd kopieën al wel verkocht. Wow. Dus dat is wel leuk. Ja, en ben ik nog met twee. Twee comics nog bezig en één, misschien een derde nog te zijn. Dus ik ben wel echt benazer met mensen dat meer wat worden schrijven. Dus ik doe dat ook in mijn vrije tijd nog naast. Dus ik ben vrij. Dat is je hobby. Ik zeg het het is mijn hobby. Maar het is wel omdat ik word ook wel voor betaald. Dus het is echt een beetje mijn tweede bedrijf. Ja, precies, mijn tweede bedrijf eigenlijk. Ja. Dus, Ja, echt wel heel erg tof. En zeg maar met het comics, ik ben niet echt bekend in die wereld van, ja, hoe gaat dat in zijn werking? Van hoe zit je dat überhaupt op de markt? Moet je daar heel veel mensen voor kennen? Of, Je hebt zeg maar, kijk, je hebt natuurlijk, het zijn net als uitgevers, je hebt een grote speler, zijn Marvel en DC. Dat zijn van alle superhelden, zeg maar, die je kent eigenlijk. Mm-hmm. En dan heb je nog een paar kleinere bedrijven, maar het is gewoon heel lastig om er vaak tussen te komen. Dus met vooral de afgelopen paar jaar zie je heel veel mensen gaan dan naar Kickstarter toe of weet je, van die crowdfunding sites. En die gaan gewoon zelf het publiceren. En dat werkt voor sommigen heel goed. Want degene waar mijn comic heeft gepubliceerd was ook een Kickstarter. Alleen die wordt nu gewoon steeds groter. Ja. Je begint eigenlijk gewoon. Het hangt er vanaf, als ik bijvoorbeeld een verhaal schrijf, ik kan niet tekenen. Dus ik moet dan sowieso iemand vinden die voor mij het verhaal kan tekenen. Dus dan zou ik bij iemand komen van hey. Kunnen we tekenen en vragen hoeveel kost dat? En andersom als iemand, wat ik ook heb gehad, dat iemand bij mij kwam van hey, ik heb een heel leuk idee over een verhaal, maar ik kan wel tekenen, maar niet schrijven. En dan is het op die manier. En het is handig als je mensen kent, want bijvoorbeeld iemand waar ik mee werk, die heeft op Instagram al 20.000 volgers. Ja. Dat gaat heel erg schelen als straks de Kickstarter live gaat, want dan heeft hij gewoon al een publiek waar het naartoe kan. Dus het is een beetje een mix van mensen kennen en geluk hebben sowieso. Vooral als je bij echt al gevestigde uitgevers terecht wil komen. Want vaak willen die ook nog eens dat je dan. Want je hebt, als je een comic schrijft, heb je schrijven, dat is een script. Net als een script voor een film. En dan heb je natuurlijk gewoon een volledige comic wat getekend is. En heel vaak willen uitgevers dat je met complete dingen al aankomt. Maar ja, ik kan niet tekenen, dus dat kan ik niet zomaar doen. Mm-hmm. Dus het is wel echt.
ja, mensen kennen en geluk hebben en zorgen dat je ook echt je werk goed promoot en zo. Want ja, voor publicatie, dat is nogal wat werk. Ja, het scheelt wel dat ik dan natuurlijk met die comic die ik nu heb gepubliceerd, dat ik dat al was dan al een groep mensen die dat deden. Dus ik hoefde alleen maar mijn script op te sturen. Zij koppelden mij aan een illustrator, zeg maar, die dat dan maakte. En voor de rest hebben zij alles geregeld, dus dat scheelt wel. Maar ik ben dus bezig met iemand waar we het zelf gaan publiceren. En dat gaat via Kickstarter, dus dat is wel meer regelen dan... Spannend. Ja. Ja, wanneer gaat dat Het wordt gepland dat die halverwege aankomend jaar, zeg maar, wordt gepubliceerd. Okay. Want ik heb nu het eerste script klaar, dus moet het er 5 zijn. Ik ben er nu mee bezig en daarna moet nog getekend worden en dan wordt gepubliceerd. Dus, Echt leuk. Ja. Vind je dat niet druk met ook de marketing? Nee, ja, nou ja. Efforts? Klopt, alleen ik ben schrijven is wel echt mijn grote passie. Dus het is wel echt gewoon, weet je, ik schrijf vaak, wat ik doe, ik werk vaak in comics in de avond en het weekend. En dat is dan voor mij ook gewoon deels hobby, deels ontspanning ook gewoon. Ik vind het gewoon fijn. Dus het is niet dat ik daar heel erg stress of zo door voel. Ja, of je wou het toch al doen. Het is heel erg leuk om te doen. Ja. En je verdient ook nog eens. Ja, precies, dat is mooi. Ik vind ook dat geld ben. Dus dat is heel mooi bijkomstigheid inderdaad. Ja. Ja, dus dat is wel fijn. En ik ben gewoon heel benieuwd waar dat ook mij gaat brengen. Dus, en ik maak er ook heel veel, vooral door die comic die ik nu uitgepakt heb, ik heel veel connecties gemaakt die ook weer andere connecties hebben. Dus ik hoop dat ze maar steeds meer wat deuren open gaan, zeg maar. Ja, dat zou leuk zijn. Ja, heel gaaf. Ja. En dus dit is jouw eerste jaar toch als fulltime ondernemer? Ja. Ja, ja. Hoe heb je dat ervaren? Ja, goed. Ook wel in het begin veel stress. En ook heel veel dat ik dacht van... Dat ik momenten had dat ik dacht van... ik weet al niet meer wat ik moet doen. En het is... Weet je, dat je gewoon niet die supervisie hebt van... iemand die vertelt wat je moet doen. En ik vond het begin heel lastig. Vooral omdat ik soms lastig vind om... niet afgeleid te raken. En niet, weet je, en ook gewoon een beetje door te zetten. Ja, in het begin mis ik wel die structuur. Maar op een gegeven moment dat ik mijn ritme eigenlijk vond... dacht ik van, nou ja, dit gaat toch wel beter dan eerst. En... ik ervaar gewoon ook nu met thuiswerken ook gewoon heel veel meer rust. Omdat ik gewoon, als ik bijvoorbeeld een dag zeg maar niet heel moe ben, of dat ik zeg van nou, ik ga nu even vandaag 2 uurtjes werken en dan hou ik het voor gezien. Ja, weet je, dus ik heb het wel echt ervaren als iets wat ik echt nodig had. Want ik merkte in de loondienst vooral dat ik gewoon veel moe was. Omdat ik gewoon niet naar mijn energieniveau dingen kon indelen. Het is 9 tot 5. Ja, precies. Ja. Nee, ik werk van 8 tot 5, want een uur pauze. Ik weet niet, ik het ook nog. Dus ik was echt gewoon. Ja, dus ik was nog heel lang op kantoor inderdaad. Ja. Dus dan, het is voor mij gewoon heel fijn dat ik gewoon zat. En ook vooral omdat ik dan autistisch ben. En dat helpt voor mij ook nog weer een extra, zo ging een extra horde, zeg maar, die dat soms in de weg zit. Ja. En dan als ik dan kan zeggen van, nou, ik ga vandaag rustig aan doen. Of ik ga vandaag iets meer werken, want ik heb meer energie of meer concentratie. Mm-hmm. Dan helpt dat. Oké, en wat zijn de plannen voor volgend jaar? Ik heb sowieso wil ik mijn diensten gaan kijken. En gewoon eens kijken van is het nog wat ik doe nog steeds wat ik wil. Dus ik heb wel wat diensten waarvan ik denk van ik heb daar misschien nu niet zo een behoefte aan. Of juist dat ik denk van daar is heel veel behoefte nu aan. Daar moet ik wat mee doen. Ja. Dus ik denk dat vooral. En verder gewoon doorgaan op deze rest. Want mijn omzet gaat ook steeds meer omhoog. Dus ik denk dat ik gewoon zo doorga in die stijgende lijn zou het heel mooi zijn. Dat is toch dat mond-tot-mond reclame? Ja, precies. Ja, nou, ik krijg inderdaad ook steeds meer klanten. Omdat zeg maar, dat ze via bij mij zijn gekomen. Dus daar hoop ik ook meer te doen. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Ja, ik hoop inderdaad gewoon meer van mond-tot-mond reclame te krijgen. Dat is natuurlijk wel gewoon het beste wat je... Ja, wat je kunt krijgen. Dus ik vind het zelf wel de beste vorm van reclame. Ja. En verder wil ik gewoon eigenlijk doorgaan op de tour waar ik ben. En dan gewoon, ik hou niet zo van 3-4 jaar plan. Omdat ik gewoon heel erg ben van. Ik ben heel erg van zo. Ik kijk hoe vaak momenten gaat. En natuurlijk maak je maakt wel plannen en je zet wel doelen voor jezelf. Alleen ik vind het zelf gewoon prettiger. Vooral, kijk naar corona. Niemand had het nakomen. Iedereen's jaarplannen zijn in duigen gevallen. Het is ook gewoon volgend jaar, en helemaal nu ook nog steeds corona er is. Ik weet gewoon niet wat er gaat gebeuren. Dus ik vind het lastig om dan voor een heel jaar of 2 jaar een plan te maken. En ik begin gewoon in kleine stapjes. Dus als ik elke maand gewoon iets meer beter, weet je, dan dat vind ik altijd tevreden. En ik hoop gewoon ook nog meer een mooie samenwerking. Want ik heb toch al een hele hoop gehad die al... heel veel ook gewoon goede connecties zijn geworden. Dus, kijk eens. Ja, dat zou ik heel erg tof vinden. Ja, leuk. En
Ja, dat comicboek, dat is toch ook wel echt, lijkt mij ook wel een bucketlist Ja, dingetje, toch? het is wel echt. En zelf publiceren ook nog, Ja, ja. klopt. Het is wel echt wel, dat is wel echt waar ik. Ik hoop dat ik daar meer werk in krijg. En ja, ik vind dat gewoon heel tof om te doen. En sowieso, ik heb al sinds klein dat ik klein ben al dat ik graag dingen schrijf. Ik heb ook voor mij ook toen in de basisschool in groep 6 of zo heb ik een. Samen met mijn beste vriendin heb ik toen voor de juf een verhaaltje geschreven voor haar verjaardag. Iets over een eekhoorn of zo. Ik weet niet precies wat het was, maar gewoon dat we gewoon een verhaaltje schreven. Nou, en daarna heb ik gewoon heel veel dingen online wel eens gepubliceerd en zo. Dus het is wel echt, schrijven is wel echt ja, mijn passie. Dus als ik nog meer comics zou kunnen maken, zou dat heel erg cool zijn. Echt heel erg leuk hoor. Ja. Ja, waar je ook wat je allemaal gedaan hebt, wat je nog allemaal gaat doen. Ja, ik heb Ja. wel echt, zeg maar, wel echt dit jaar wel inzicht gekregen dat ik dacht van, oh, er ligt echt een wereld voor me open waar ik gewoon Ja. echt van alles mee kan. En dat is wel de inzicht die ik nodig had. Want ik had in het begin, toen ik nog in loondienst was, wel het idee van, nou ja, ik weet niet wat ik dan nou wil, of wat ik echt aan wil, hoe ik het echt aan wil pakken. En nu heb ik echt iets van, er gaan zoveel deuren in één keer open tegelijkertijd en zo. Ja. En dat is wel echt Waar moet cool. ik doorheen? Ja, precies, ik Ja. heb gewoon keuzestress. Gewoon, ja, precies. Dus het is echt, Ja, leuk. Ja, dat is toch alleen maar mooi. Ja, nee, Ja, dat is alleen mooi dat jij inderdaad. mag Ja, kiezen. Ja. precies. Dat is wel heel tof. En dat geeft me ook echt wel hoop voor de toekomst. En dus, Ja. wat ik al zei, 2020 was voor mij helemaal geen slecht jaar. Het was voor mij echt een eye-opening jaar waar Ja. ik heel veel toffe Ja. dingen heb mogen doen. Dus Ja. ja. Nee, fantastisch. Ja. Ja. En wat zijn de belangrijkste lessen die je hebt geleerd als ondernemer? Minder stressen. Oké. Gewoon, ik wil echt. Ben jij een stresskip? Ja, wel een Dat heb ik beetje. nooit echt gemerkt. Nee, klopt. Ik ben wel echt. Ik Nu hou ben heel. ik Ik heb helemaal helemaal. in shock. Ja, nee, ik heb heel erg zeg maar dat ik van een beetje van een mug een olifant maak. En dat is inderdaad meer dan intens. Laat ik niet de mensen weten, zeg maar. Dat Maar ik heb ben je heel. wel goed Ja, verborgen precies. Dus gehouden. ik ben Ja. wel echt heel erg heel snel. Dat ik denk, als ik iets niet weet wat ik moet doen, dan denk ik, oh, ga ik dit oplossen? Want ik ben al heel erg. Ik kan dan echt dingen loslaten, zeg maar. Dus Ja. dan moet het ook nu direct opgelost worden, weet je wel? Dat kan ik niet zo. Goed, maar ja, dat is dus minder stress in ieder geval. En ook gewoon meer vertrouwen op mijn gevoel. En dan gewoon kijken van, oké. Want ik heb in het begin deed ik heel veel dingen. Heel veel, dat noem ik voor allemaal verschillende diensten. Ook gewoon buiten marketing om. En dacht van, ja, maar je moet toch wel aan gaan voor je gevoel. En wat bij je past. Ja. Ja, en verder voor lessen. Ja, zoals ik zei, dat er gewoon echt een wereld voor me open ligt. Omdat er nog zoveel te doen is. En ik had vroeger al heel erg het idee. Ik bedoel, ik ben net op een dag gezet. Ik ben net iets. Ja, net een week en een dag ben ik 24 geworden. Dus Ja. ja, ik had in het begin nog heel erg het idee van ik ben 24, ik moet al van alles hebben gedaan. Terwijl heel veel mensen nu zeggen van ja, maar je bent hartstikke jong en je hebt al zoveel bereikt. Ik denk van ja, is ook zo. Dus het is wel, weet je, dat loslaten het idee van dat je al voor je 30ste van alles moet hebben gedaan of zo. Is Dus. dat misschien het millennial gedachte of Ja, dat zou zo? kunnen. Ik Ja. weet niet wat het is. Maar ik had in het begin Ja. al het idee dat ik echt heel veel moest bereiken voor een Heb ik bepaalde ook last leeftijd. gehad Ja, daarom. van, En nu denk ja. ik van ja, maar ik weet je, kijk wat ik allemaal heb gedaan. En ik ben nog, Ja. 24 is nog heel jong, weet je. Dus ja, ik ben er wel ook wat bewuster Ja. van geworden. Ja, mag je echt trots op zijn. Ja, ben ik ook. Ja, Dus. echt geweldig. Ja. En voor degenen die kijken, die ook zeg maar nu misschien wel nog in loondienst zitten en heel graag de stap willen maken tot het ondernemerschap. Ja, wat voor tips en adviezen zou je geven? Nou, het was voor mij natuurlijk best al rut. En ik ben toen specifiek in loondienst gegaan omdat ik graag ervaring op wil doen. Dus ik zou eerst zeggen van kijk of je genoeg ervaring hebt. Of je denkt dat je daarmee zelfstandig kan zijn. En verder, ik begon, want toen ik vorig jaar mijn contract met verlengd, begon ik eerst part-time freelance. Dus begin part-time freelance. Ga niet in één keer kijken of je het leuk vindt. Want ik kan ook voorstellen dat je denkt van nou, ik ga het proberen. En dat je erachter komt dat het helemaal niet leuk is. Of niet bij je past. Dus ik zou zeggen, begin de stapjes en als je denkt, weet je, en als je echt het gevoel hebt, ik moet echt voor gaan, gewoon gaan. Gewoon in één keer, gewoon, weet je, ja, dus wel in het begin heel langzaam en als je het eenmaal bent, dan gewoon in een volle rit in één keer naar voren gaan. Dus dat is hoe ik het altijd, weet je, hoe zeg je dat, een beetje teen in het water Oh zetten, weet je, ja, en dan één leuk. keer, ja, oké, okay, en dan één keer Oh springen, dus dat, ja. ja. Ja, heel gaaf. Ja. En Anna, zeg maar, er zijn heel veel marketeers, online marketeers. Ook, wat onderscheidt jou van de rest? Ja, juist. Ik denk die unieke kijk, die unieke aanpak. En juist dat ik heel erg ben van een beetje buiten lijntjes kleuren. Een beetje nadenken over hoe kun je jezelf neerzetten. Echt een uniek persoon. En ja, ik denk inderdaad gewoon dat we minder
Ik hou wel van om wat minder correct te zijn. Ik hou niet zo van hele strakke. En ik vind het juist fijn als je met woordspelingen werkt. Ja, precies. Ja, juist aan met woordspeling te werken. En ook gewoon ook qua branding. Gewoon ook zodat je echt uitstraalt wie je bent. Dus het is wel. Ik kijk echt heel specifiek naar de persoon zelf. En wat die nodig heeft en wat bij die persoon past. En daarop spits ik dan mijn adviezen toe. Dus ik ga niet zeggen. Ik geef niet voor iedereen zelf advies. Ik geef echt wel advies dat past bij de persoon en wat die fijn vindt en wat die zou willen. Dus ja, ik ben niet, ik kan niet van, hoe zeg je dat? Alles één in dus zijn, dat is een goede uitspraak, weet je. Dus ja, ik hou niet zo van om overal hetzelfde te doen. En, Goede kijk daarop. Ja. En om het af te sluiten, wat is jouw favoriete quote? Dus ik ben echt een enorme nerd, maar mijn favoriete quote is een quote van Iron Man, dat is sometimes you have to run before you can walk. Dus soms moet je eerst rennen voordat je kunt lopen. En die hangt toevallig ook bij mij in de woonkamer, die quote. En dat is ook hoe ik het heb gedaan met freelancer, gewoon soms moet je in één keer gaan. Dus heel gaaf. Ja. Ja. Want met het rennen gewoon doen en... Ja, gewoon, ja. Soms weet je nog niet helemaal wat je wilt. En dat had ik natuurlijk met freelance ook wel. Ik wist nog niet helemaal hoe ik ging aanpakken. Maar ik moest gewoon gaan. Dus weet je, dan moet je gewoon... Soms moet je ook gewoon al die vragen die je hebt achterwege laten en gewoon ervoor gaan. En als het goed voelt, in ieder geval moet je het doen. Dat is wel hoe dat... Vind ik een hele mooie. Ja. Ja. Wat een wijsheden allemaal. Ja, ik vond het hartstikke tof dat je verhaal hebt gedaan, persoonlijk en ook business-wise, hoe je dat helemaal hebt aangepakt, van loonies naar waar je nu staat, comicboek uitgebracht, nou jezelf helemaal als marketingmagie hier neergezet en al zoveel klanten mogen helpen, waaronder ik ben helemaal happy. Ja. En ik zal de linkjes van jou zet ik onderaan de beschrijving. Dan kun je een kijkje nemen op social media kanalen van Anna Evert. En ook op de website. En ik zet ook de tweede website neer van het comicboek. Zet ik ook hier onderaan. En vond jij dit nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet je ook niet te abonneren hieronder op de rode knop. En dan zie ik je volgende week weer. Oké, bedankt voor het kijken. Doei doei! Thank you.